Vertel eens wat over jezelf. Nou, mijn naam is Amanda en ik heb een bedrijf dat heet Love Your Soul Society. En eigenlijk wat ik doe, of ja, mijn grootste missie is eigenlijk sociale verandering van binnenuit creëren. Dus ik geloof als jij jezelf verandert, dat die wereld ook mooier en zachter en beter kan. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we doen allerlei projecten en evenementen. Ik werk onder andere mee in Rotterdam in Balans. Dat is yoga op het Schouwburgplein, midden in Rotterdam. Dan doen we met 100 man tegelijkertijd yoga. Nou, er gebeurt daar wat op zo'n plein. Dat krijg je een hele mooie, zachte, waanzinnige energie. Die golft eigenlijk over heel Rotterdam heen. En dan zie je dat er eigenlijk iets heel magisch gebeurt. Van hangjongeren die daarbij gaan liggen, in het zonnetje sigaretje gaan roken. Tot mensen die eigenlijk echt wel een beetje te veel gezopen hebben. En waarvan je denkt, die gaan het echt stennis schoppen, want die komen schreeuwend aan. En die zien dat en die zijn... En die lopen in stilte weer weg. Dus er gebeurt iets heel magisch op zo'n plein. Nou, dat soort evenementen, daar wil ik me eigenlijk gewoon zoveel mogelijk voor inzetten. En dat kan door middel van mindfulness, door middel van meditatie. Eigenlijk zitten al mijn werk, projecten en evenementen op het snijvlak van kunst, cultuur, maatschappij en spiritualiteit. Ah, interessant. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, ik zeg altijd maar, ik ben een kind van de heks en de wetenschapper. Enerzijds heel analytisch en ik wil weten hoe dingen werken, hoe dingen gaan. Tegelijkertijd heel erg geïnteresseerd in hetgene wat niet te bevatten. Het is hetgene wat niet te grijpen, het is hetgene wat magisch is. En ik ben agoog, wat inhoudt dat ik mensen begeleid bij verandering. En eigenlijk zijn al die interesses die ik eigenlijk als kind zijnde al had... zijn eigenlijk steeds meer samengekomen in mijn werk, zoals dat nu zich vorm aan het geven is. Ik ben eigenlijk ook van plan om religiewetenschappen te gaan studeren volgend jaar. Waar ik een master zou kunnen doen in westerse esoterie. Dus in alchemie, in magie, in astrologie, vrijmetselarij. Maar wel vanuit heel wetenschappelijk point of view ernaar kijken. Van, weet je, en wat brengt dat nou een samenleving? Want ik geloof niet dat we het alleen op dat hoofd gaan redden. Volgens mij mag er ook wel iets zijn wat niet definieerbaar is. Iets wat niet compleet te vatten is. Maar wat juist wel heel veel storm en stilte met zich meebrengt. Iets ongrijpbaars. Oké. Want je had het heel even over jij als kind... Ja. Dat raakte je heel even aan. Ja. En toen gingen we verder over de maatschappij. Ja. Maar vertel eens daar wat meer over. Ik denk misschien dat Alfred Jodocus Kwak wel mijn grootste inspirator geweest is. ik heb altijd een heel sterk gevoel gehad voor rechtvaardigheid. Dat we allemaal wat liever voor elkaar moeten zijn. Dat er gelijkheid mag zijn, vrijheid. Dat we voor elkaar moeten zorgen. En ik denk dat spiritualiteit daar een heel groot aandeel in kan hebben om daar wat mee te doen. En ja, Alfredje die was natuurlijk altijd wel een lansbreker voor alles wat te maken had met mens en milieu. Met gelijke rechten, gelijke plichten ook overigens wat mij betreft. Dus ik denk dat ik als klein meisje er altijd wel heel erg geïnteresseerd in ben geweest. Zeg maar. En dat heb ik van huis uit ook zo meegekregen. Ja, en later sijpelt dat toch door in je volwassen leven. Ja. Heb je misschien een voorbeeld van hoe jij als klein kind daar, of meisje daarmee bezig was? Ik organiseerde edelsteententoonstellingen op het bankje voor mijn deur. Ik weet niet of dat een voorbeeld is wat je zoekt. Ja? Of ik weet niet, iedereen houdt zijn spreekwoord over zijn kat of zijn cavia. En ik deed dat over boeddhisme. Ja. Zo doen we eigenlijk. En die edelstenen tentoonstelling. Ja. Wat was jouw gedachte daarbij? Ik had gewoon mooie stenen, die wilde ik laten zien. Ah ja. En mijn buurjongetje vond het ook leuk. We hadden toch niet zo, ik heb een kind en je wilde wat spelen. Maar, daar zit ook een stukje ondernemerschap misschien in. Nou, dat was heel grappig, want er stond toevallig een bakje. En daar deden mensen geld in. Maar dat hadden we helemaal niet daarvoor nu. Want daar zaten gewoon steentjes in. De bakje stond er nou eenmaal gewoon toevallig. Ja. Maar mensen gingen er opeens geld doen. En toen hadden we 16 gulden opgehaald. En dat zijn we toen in het goede aan een goed doel gaan geven. Ik geloof niet dat het ooit een goed doel gehaald heeft. Maar dat was wel de intentie. Kijk. Het was heel veel geld, 16 gulden voor ons. Ja. Nou, ik denk dat we een missing link hebben. Oké.
In de zin dat we, hè, we zijn na, zeg maar, weet je, Nederland is natuurlijk altijd een vrij christelijk katholiek land geweest. Vervolgens heeft er een secularisatie plaatsgevonden dat heel veel mensen niet zijn gaan geloven. En ik zeg helemaal niet, dat geloven is niet per se voor mij hetzelfde als in een god geloven. Hè. Dat zijn wat mij betreft twee heel verschillende dingen. Maar mensen zijn wel altijd blijven zoeken naar iets buiten zichzelf, iets hogers, een vorm van zingeving. En daar zie je natuurlijk ook, hè, weet je, het gat wordt wel opgevuld door allerlei vormen van westerse vormen van spiritualiteit. Maar ik denk, zeg maar, dat die soort leegte die mensen in zichzelf ervaren, dat allang in hun zit, zeg maar. Weet je, die leegte die ze proberen te vullen van buitenaf, die kan je eigenlijk van binnenuit ook vullen. Want ik geloof heel erg dat je je eigen guru moet zijn. Hè? Al die wijsheid, alles zit eigenlijk gewoon al in ons. En ik denk als we tot dat besef komen, dat we dan heel veel mooie dingen in de wereld kunnen gaan zitten. Want dan hebben we wat minder te maken met machtsstructuren. Hebben we wat minder te maken van jij gaat mij wat vertellen hoe ik moet leven. Nee, ik geloof dat je dat zelf allemaal al weet. Je moet het dan even beseffen of herinneren dat je dat allemaal in je hebt. Oké, okay. Je eigen guru. Je persoonlijk leider, kan ik het zo zien? Meer dan een leider. Het is veel intuïtiever, veel... Ik kan ook zonder bezieling leiding aan mezelf geven, denk ik. Weet je? Ja. En dan doen we, hè, pleuren er een modelletje bij en dan doen we er nog een beetje blij en een beetje spannend over. Maar ik bedoel meer dat leiderschap wat heel erg vanuit bezieling zit, wat heel erg te maken heeft met een innerlijk weten, intuïtief iets. Ook al zeggen de boekjes iets anders. Maar eigenlijk, zeg maar, de beslissingen die tegen de status quo indruisen, maar waarvan elke cel in je lichaam weet, ja, maar dit is toch de juiste beslissing en daar dan op actie opnemen, dat is volgens mij leiderschap. Oké. Okay. En dat begint dan vanuit jezelf? Ja. En dat gaat ook naar buiten? Ik denk als ik verander, dan verandert de wereld om me heen. Ja. Want als ik lekker in mijn vel zit en ik ben vrolijk en ik kijk in de spiegel, dan krijg ik dat terug. Maar als ik naar jou glimlach, of ik moet echt stikzaggerijnig zijn, meestal reageer je ook op een andere manier naar mij toe dan als ik heel boos of met een hele wolk van agressie om me heen zit. Ik denk dat we op die manier elkaar altijd aanraken. En ook in elke beslissing die je maakt, hey, je stemt ook met je euro bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je daar ook beslissingen in maakt. Ja. Want ik ben wel geraakt door het idee van een persoonlijk guru. Hè? Ja. Die guru die je dan ook voor jezelf hebt, mm-hmm. ga je die dan ook naar andere mensen toe zijn? Nee, laten we dat alsjeblieft vooral lekker niet gaan doen. Nee, het gaat om dat er een stukje in jezelf aangesproken wordt, dat die guru in jezelf wordt aangesproken. Ja. Als ik jou nou weer ga vertellen hoe het werkt, ja, voor mij zijn we dan gewoon weer precies terug bij af. Okay. Ik denk dat je die eigen wijsheid al bezit. En je kan mijn inspiratie bij andere mensen vandaan halen, absoluut. Want ik ben ontzettend vaak geïnspireerd door allerlei mensen om me heen. Dat ik denk, wow, nou, die heeft ook wel goede tekst bij dit. Dat is ook best wel interessant, die heeft er ook over nagedacht. Ja, dus dat vind ik heel erg interessant. Maar uiteindelijk moet ik kijken, ja, maar wat betekent dit voor mij? Ik zat te denken, waar wordt die koppeling op een gegeven moment gemaakt? Ja. Dus tussen dat krachtige wat je in jezelf hebt, mm-hmm, en naar dat ondernemerschap toe. Ja. En bedoel je dan SEC economisch ondernemerschap? Of wat? Nou, we hebben het ook over missing link, zeg maar. Ja. Zit daar ook een link in? Is dat ook een onderdeel van die missing link? Ik denk ondernemer, dat is iets niet wat je... Ondernemer is niet iets wat je voor mij kan leren. Voor mij ben je gewoon ondernemer en dan heb je gewoon het idee, dat moet ik zelf doen. Oké. Okay. En ja, daar zitten ook allerlei andere facetten bij, van marketing tot en met de boekhouding tot whatever. Maar dat is niet mijn highest excitement. Mismarketing vind ik overigens heel leuk. Boekhouden wat minder. Dus dan zorg ik dat degene die daar heel blij van wordt, die dat voor mij mag doen. En ik probeer wel mijn energie op die manier te verdelen in dingen die mij energie geven en dingen die mij energie kosten. En wat dat betreft ondernemerschap, ja, het is vallen en opstaan. Maar ja, even kijken waar het schip strandt. Ik vond vanavond een mooie aftrap voor vele, denk ik, leuke endeavors. Whatever they may be. Het is mij niet per se de intentie om mensen in een gedwongen kader bij elkaar te zetten. Gewoon, gaan we maar lekker samenwerken, leuk met elkaar doen. Nee, ik wil met elkaar samenwerken, omdat ik gewoon blij van je word. Omdat ik denk, ik voel wat, ik voel dat er iets resoneert. Of je hebt eenzelfde visie, eenzelfde missie. En daar heb ik vanavond wel een aantal van ontmoet die ik nog niet kon.
En dat is voor mij eigenlijk, denk ik, ja, de essentie. Dat ik nog meer vrouwen heb leren kennen. Die wat in mij raken, waarvan ik denk, hey, hoe het ook went of keert. Ik vind jou super tof. Het lijkt me leuk om samen wat verder te gaan doen.